gaan we weer super leuke dingen doen. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vinden en blijf zeker kijken. Ik ben nu nog thuis. Ik ben zelf al helemaal klaar. We zijn nu nog alleen even warm water aan het pakken voor de korstjes op de benen van het dier en de slobben van het dier. En dan gaan we zo vertrekken. Nu naar het dier halen. Je hangt door het super mooie dekje van de Applejack. Daar komen nog foto's van. En hier is het Nadiertje. We gaan nu beginnen met de trap. Ik heb net geregeld. Ik ga nu de eetje uitzetten en dan gaan we terug naar de vliegtuig. Ik ga nu even alles opruimen. Nadia staat lekker te eten in de stal. En dan ga ik het hier opmaken. De thermosfles even gepakt en we gaan nu naar de trailer. Daar staat het eten in. Ik denk dat Ellie dadelijk ook weer gaat hinneken als we bij de trailer zijn. En dan gaan we in de trailer even het eten maken, want daar ligt alles. Ja, dit is gewoon een probeerverpakking. Dan gaan we nu het warm maken. Dan deze. Deze hadden we van de Appletjes gekregen. Die is ook vanaf en die is goed voor de spieren. En dan doen we twee stekjes. Gaan we nu met die een slobber geven? Hé, kom nu! Morgen is Elke koekjes en mijn moeder heeft mijn idee op grondwerkles. Dus dat ga ik ook een beetje proberen te filmen. En ik zie jullie morgen. Doei!
En dat is van Surfspijn. Ik heb vandaag bijna een maand of zo in de les gereden, in groepsles. Het ging wel goed, maar hij was wel sterk soms. En we hebben ook ponywissel gedaan, dat zagen jullie ook. Nou, die is nu lekker aan het eten. Mijn moeder had voor de les een grondwerkles gehad. Dat was best wel pittig. Hij had zich één keer losgetrokken, maar daarna reed hij rustig wel goed. Dus Nadir heeft vandaag een flinke dag gehad, maar nu gaan we lekker eten. Nu gaan we naar huis, want we gaan thuis iets superleuks ontboksen. Zo, en de truck hebben wij en dan gaan we echt naar huis voor het pakket. We komen net thuis en we hebben iets super vets gekregen van papa. Deze GoPro. Uithalen om te kijken hoe die eruit ziet. Kijk, dit is hem. En die gaan we dus gebruiken voor bij de paden. En hier kan je aanhangen. Ja. En als ik hem zo doe, dan zien jullie mee. En hiervoor is een klein schermpje, dan zie ik me ook een beetje. Maar we moeten hem ook nog een beetje instellen. Want we moeten hier nog allerlei dingen zetten. Er zit ook iets van de cap bij. Zodat we hem op de cap kunnen doen. En we hebben ook een plakkertje erbij, maar die gaan we er niet op doen. Daarvoor hebben we deze. Gaan we filmen met de GoPro. Gaan we hem uitproberen. En dan zullen we ook meteen laten zien hoe de beelden zijn. Doei!